Hey Livia, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Female Lieren Podcast. Super fijn dat je erbij bent. Ik heb de afgelopen twee dagen even geen podcast online gezet. En dat uh, kwam omdat ik heel druk was met de voorbereidingen van het event. I know, no excuse. Maar voor nu was het gewoon even prima. Uh, het was toch weekend. En, um, maar ik beloof. Dat er vanaf nu weer zeven podcasts deze week online worden gezet. Er komen echt hele fijne onderwerpen aan. Volgende week maandag dan komt de podcast met Muriel van Dinter online. Waarmee ik in gesprek ben geweest. Daar heb ik ook heel veel zin in om die, om die online te zetten. En vanochtend, want het is vandaag maandag 20 november, vanochtend had ik de eerste sessie van. Het Make It Happen in 2024 event. Mijn gratis online event waarbij je drie sessies kan volgen. Van. Uh, nou, vanochtend waren we uh, zo'n beetje anderhalf uur bezig. En vandaag hebben we in de eerste sessie ingetuned in, nou, op het potentieel van de vrouwen. Um, ik heb ze nou, vooral ook meegegeven wat mijn visie daarop is wat mijn visie op het stellen van je doelen van volgend jaar is. Dat we daarin heel vaak worden beïnvloed door wat we bij anderen zien. En dan denk oh, maar als... Hè, je, bent, je zit in een business buddy groep en de een zegt, nou, ik heb dit jaar dat bereikt en volgend jaar moet ik dan dat gaan bereiken. En daar word je door weer beïnvloed en je denkt, goh, dat moet ik dan ook maar. Want hè, anders dan hoor ik er niet meer bij. Of dan ben ik niet meer succesvol of... Nou ja, je hangt daar allerlei redenen en, en um, excuses eigenlijk voor jezelf ook aan op. En dan kies je een bepaald doel, bijvoorbeeld een omzetdoel. En vanuit dat omzetdoel ga je dan eigenlijk alles bepalen van uh, of, uh, wat jij aan stappen wil zetten en welke acties je dan uit zou moeten voeren in het nieuwe jaar. En mijn visie daarop is, is dat dat niet de makkelijkste weg is, dat het veel makkelijker kan en dat het ook veel fijner en veel vervullender kan door je doelen vanuit je potentie te gaan stellen. En jouw potentie, jouw, uh, dus, dus alles wat er in jouw potentie ligt, dat wat jij hier te doen hebt op aarde, dat is ook dat ene verlangen dat je maar op de plank laat liggen, omdat en, en waarvan je eigenlijk ook weet van, daar had ik vorig jaar al mee moeten beginnen. Maar je doet het maar niet, want het is eng en het is te groot. En nou ja, kan ik dat wel en dan ben ik nog niet? Nee, ik moet eerst deze stap en dan de volgende stap en dan de derde stap. En daarna kan ik dan pas dat grote verlangen gaan waarmaken. Nou, wat ik je met dit event wil laten inzien, is dat je gewoon voor je grote verlangen mag gaan. Dat het tijd is om te stoppen met het verzinnen van excuses en smoesjes. En redenen waarom je het nu nog niet zou moeten doen, en het gewoon maar gaan doen. En als je vanuit die plek jou, en dan, dan nog, weet je, als ik dan naar mezelf kijk, dan, dan mag jouw potentieel ook dat kan je ook in stappen opdelen. Als jij bijvoorbeeld zoiets hebt van, weet ik veel, in jouw pot, je, je weet diep van binnen van ooit. Heb ik een internationaal bedrijf? Nou, dat is jouw potentie. En binnen dat internationale bedrijf nou, doe je iets heel bijzonders en heb je echt invloed op de wereld. En dan is dat voor volgend jaar als grote verlangen nemen om waar te gaan maken, kan ik me heel goed voorstellen dat dat te groot is. Maar dat betekent niet dat je een eerste stap richting dat bedrijf kan gaan zetten. Dus als je dat bijvoorbeeld in drie jaar zou opdelen, wat is dan. Uh, volgens jaar de eerste stap die je kan gaan zetten en wat is dan waar je naartoe kan gaan werken. Maar dan ben je wel vanuit je potentieel aan het ondernemen. En vanuit die plek en dan ook nog eens heel diep je intentie kunnen voelen van wat het is dat jij doet en waarom je dat doet. Nou, die intentie daarbij, dan kan je ook de strategie bepalen, dan kan je ook de stappen bepalen, dan kan je ook de acties bepalen, dan kan je ook je plan creëren die ook daadwerkelijk voor je gaat werken en die veel lichter en veel makkelijker en veel haalbaarder aanvoelt dan wanneer je het vanuit een plek, oh ja, ik wil volgend jaar ook 200k omzetten. En I know, minder dan dat. Als ik bijvoorbeeld nu op volgend jaar intune, dan, ja, mijn doel is gewoon... Een event creëren voor honderden vrouwen waarin ik ze allemaal tegelijk richting help om in hun potentieel te stappen. En in extase breng. En helemaal mijn boodschap kan brengen. En ja, weet je, dat. En dat ik daar... En natuurlijk heb ik een bepaald omzet. Nou, ik ben een beetje afgestapt van een omzetdoel dat ik dan in een jaar wil creëren. Ik zie wel hoe ver ik kom. Maar ik heb wel een bepaald... Um, recurrent maandomzet dat ik heel graag zou willen bereiken, maar het is niet mijn hoofddoel. Het is niet het belangrijkste. Het is ook niet het beginpunt waarvanuit ik dan mijn plan voor volgend jaar maak, want dat is wat we doen. Hè. We, we zeggen dan voor, oké, okay, nou, voor example, um, ik wil volgend jaar dan 200k uh, omzetten. Oké, okay, 200k. Nou, uh, wat moet ik daar dan van voor verkopen? Wat ga ik per kwartaal verkopen? Wat betekent dat per maand? Ik wil niet zeggen dat dat verkeerd is. En het is zeker niet verkeerd als je dit doet vanuit of met het oog en vanuit je potentie. Dan kan het nog steeds. Dan kan het absoluut nog steeds. Alleen 9 van de 10 keer is dat toch niet helemaal zo. En, en misschien kan je de energie daarbij ook wel voelen van oké, okay, dan heb je die 200k is dan dat doel. Je kijkt wat is dat per kwartaal. Je kijkt wat is dat per maand en wat moet ik daarvoor verkopen. Maar in welk stukje gaat het dan puur om wat jij hier te doen hebt? En waar jij gelukkig van wordt en waar jij je vervulling uit haalt. Want die 200k bereiken, daar ga jij je vervulling niet uithalen. Want dan heb je die 200k bereikt en dan komt er een volgend doel. Of dan heb je die 200k niet bereikt en dan voel je je waardeloos. Maar wat je vergeet is, de, is elke stap die je dat jaar hebt gezet. Dus. Wat veel mooier is, is om je doelen te stellen vanuit jouw potentie. Vanuit het weten wat ik wil, is er al. Wat ik wil komt naar me toe. Ik hoef niet te controleren hoe en wanneer. En vanuit die plek van: ik zie, ik zie, ik kan echt, ik zie mezelf. Ik accepteer mezelf. Ik accepteer wat ik hier te doen heb. En daar ga ik gewoon naartoe werken. Nou ja, dat is dus wat we in de eerste sessie vandaag hebben gedaan en waar ik de vrouwen bij geholpen heb. En woensdag is de tweede sessie. Woensdag, even kijken, 22 november. En dan gaan we heel praktisch aan de slag met daadwerkelijk ook dan te kijken: oké, okay, ik weet nu, dit is wat ik volgend jaar wil. En hoe ga ik dat dan in een uh, aligned plan gooien? En dan is de derde sessie, vrijdag, die gaat echt oké. Okay, hoe ga ik, welke mindset heb ik dan nodig? Wat heb ik nodig om dan, en wie moet ik dan zijn om dat dan volgend jaar ook waar te gaan maken? Nou goed. Echt een heerlijke sessie vanochtend gegeven. Ik zie dat ik ondertussen alweer acht minuten aan het kletsen ben. Heerlijke sessie gegeven. echt genoten, nagenoten. Mooie reacties gekregen. meteen vragen. Iedere vrouw die zich aanmeldt of aan heeft gemeld voor het event. Die mag een gratis call, een een op een call met mij inplannen. Um, momentje. Dat was even mijn hondje tussendoor, die tegen de deur aan stond te piepen en de deur open proberen te krijgen. Hij kan overigens, als de deur naar buiten open gaat, kan hij de deur zelf open doen. Um, maar die wil heel graag dat ik zo bij hem kom zitten. Dus ik ga de volgende podcast lekker even vanaf de bank opnemen. Goed, waar waren we gebleven? Ik was uh, vreselijk aan het uitweiden over uh, het event, geloof ik. Ik ga lekker verder met het onderwerp van de podcast. Mijn number one tactiek om naar een volgende tijdlijn te jumpen. En voor mezelf is... Uh, eigenlijk, ja, number one tool, number one tactiek. Voor mij is het echt visualiseren. Visualisaties helpen mij om letterlijk in dat moment, en dat doe ik dan vaak ook met een kopje cacao erbij, maar lekker letterlijk in dat moment op een andere tijdlijn te stappen. En ik deed met de vrouwen in het event, in de sessie van het event, vandaag ook een, een korte visualisatie. Die doe ik ook regelmatig bij mezelf. Waarin je op een plek terecht komt. En die plek is jouw potentie. En ik heb ondertussen door dit heel regelmatig ook te oefenen, heb ik een, een visualisatie voor mezelf gecreëerd waarin ik mezelf dan. Heel kort over een pad zie lopen. Dat pad is in het bos. En dan kom ik bij een hek terecht. En zodra ik dat hek open doe, en soms heb ik moeite om dat hek open te doen, de andere keer gaat het makkelijker. En dan doe ik dat hek open en dan kom ik op een landgoed met een heel groot. Ja, dus ik krijg het niet altijd helemaal in beeld. Maar dan kom ik op een landgoed en er, er staat dan een prachtig pand en dan loop ik verder en hoe verder ik loop, hoe soms lopen er ineens heel veel mensen met mij mee en ik voel me fantastisch, ik voel me aan top of the world en dan als ik dan het hoekje omga voorbij het huis, dan staat daar een podium, dan staat daar een publiek of zit daar een publiek en dan loop ik door dat publiek en dan ga ik op dat podium staan en en ja, weet je? Ik heb een hele visualisatie voor mezelf gecreëerd, die echt gericht is op mijn hoogste tijdlijn. Waarin ik al die gevoelens helemaal in mij op kan zuigen. Ik heb ondertussen zo'n sterk beeld van wie ik dan ben, en, en hoe ik denk, en hoe ik beslissingen neem, en wat ik doe, en waar ik me op mag richten. En het is helemaal ja, mijn plek geworden. Dus. Als jij mij vraagt: wat is nou jouw tactiek om naar jouw volgende tijdlijn te jumpen?. dan is het echt die visualisatie die ik dagelijks. en uh, meestal ook twee keer per dag, zoals ochtends als avonds. Uh, doe. En die, die visualisatie die helpt mij echt om. ja, om, om mezelf zeg maar. Op die plek te brengen. En vanuit daar bijvoorbeeld mijn dag te starten. Of, vanuit met, of met, met die gedachten en met die energie mijn dag af te sluiten en dan te gaan slapen. En dan mijn onderbewustzijn van alles en nog wat te kunnen laten uh, doen en ontwikkelen en creëren. Die allemaal te maken hebben met mijn, uh, ja, met mijn, mijn hoogste potentieel. En heel vaak ga ik na de visualisatie ook schrijven: oké, okay, wat dacht ik, wat, wat voelde ik, wat deed ik, welke beslissingen mag ik nemen, wat mag ik loslaten, welke oude stukken houden mij nu nog tegen. Dus dan ook echt gaan ontdekken: oké, okay, waren er nieuwe gevoelens? Wat, wat mag ik anders gaan doen? En nou ja, daar dan vervolgens lekker op journalen. En dat is voor mij iets wat gewoon heel goed werkt. Dus als je het hebt om een over een tactiek om je te helpen naar jouw volgende tijdlijn te jumpen, te springen, dus te quantum liepen eigenlijk. Dan denk ik dat het vooral ook te maken mag hebben met het ontdekken wie jij op die tijdlijn dan bent. Nou, dat denk ik niet, dat weet ik zeker, want dat is gewoon een stukje identiteitswerk. Dus aan de ene kant, wie ben jij dan op die tijdlijn? Wat doe jij, wat denk jij, wat voer je uit, welke beslissingen, Welk, wat heb je achtergelaten, wat voor nieuws laat je in je leven komen, et cetera. En aan de andere kant, welk oude stuk heb ik dan van mezelf loslaten? Want uiteindelijk is in een nieuwe identiteitsstap niet per se de stap zetten in de schoenen van die vrouw. Tuurlijk is het daar onderdeel van. Alleen het grootste stuk komt kijken bij het oude loslaten. Hè? En dat is natuurlijk wat zo ontzettend moeilijk is. En waar al het werk, zoals schaduwwerk, et bij komt kijken. Want daar vind je de patronen, daar vind je de belemmeringen, daar vind je de overtuigingen. Dus nou ja, voor mij is mijn number one tactiek om naar een volgende tijdlijn te jumpen om te quantum liepen, is ja, visualiseren, oh sorry, dat is mijn, um, mijn telefoon, um, te visualiseren en, en echt vanuit daar te creëren, vanuit daar mijn business te runnen, vanuit daar de beslissingen te nemen, vanuit daar mijn, mijn stappen, mijn acties, mijn strategie te bepalen. Um, dus ga eens voor jezelf kijken van, ja, wat helpt mij dan om dan op die nieuwe tijdlijn te stappen? Wat is, voor, wat is iets voor mij dat ik dagelijks kan herhalen? En, en wat me gaat helpen om constant vanuit die plek uh, ja, de, goede, de goede stappen te, te gaan zetten en ook echt ja, in die, in die, op die frequentie te kunnen intunen en vanuit daar je realiteit te kunnen. Te kunnen creëren. Dus laat me vooral even weten wat je uit deze podcast hebt kunnen halen en wat jouw tactiek is om naar je volgende tijdlijn te jumpen. En wellicht is het ook wel leuk als je even laat weten wat dan jouw volgende tijdlijn is. Waar wil jij nou zo graag naartoe werken? Daar ben ik dan ook heel nieuwsgierig naar. Ik kom echt super graag met je in gesprek, in DM, op Instagram. Daar mag je natuurlijk altijd even een berichtje sturen. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. Van deze podcast. Het is een beetje een rommelige podcast geworden, maar ik denk dat de boodschap er niet minder om is. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren en ik spreek je morgen weer. Doei-doei.